Oké, mooi. Oh yes, daar. De brand wordt geblust. Shit, oh dat is hem, daar. Oké, hij heeft zichzelf vermomd als een ambulance medewerker. Okay. Hey, ik zie ook een ammo box, nice. Oh, zie ik daar nou, yes. Oh nee, het zijn alleen maar heavies, zien jullie dat? Dit wordt vreselijk. Uh-oh. Sorry voor het gestuifde tijd, jongens. Ik hoop niet dat ik jullie daar al te veel bij stoor. En we kunnen nu niet meer naar boven. We zitten echt gevangen nu. Shit. We moeten hier echt zo snel mogelijk uitzien te komen. Oké, als ik snel ren. Oh shit, er is iemand boven nog. Als ik daar even heen ga, dat zou chill zijn. Eventjes kijken hoor. Ik zie daar een luik of iets. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. Iemand staat hier boven aan de trap. Ik hoor ze allemaal hijgen, joh. Oh, als we dit kapot knallen, gaat hij er zeker aan. Maar we staan er zelf naast, dus dat heeft geen zin. Oké, eventjes kijken wat hier te zien is. Want wat was dit? Kunnen we hieronder? Oh yes, we kunnen eronder. Oké, mooi. Nu voel ik me een stuk veiliger. Oh, we zitten nu dus onder de vloer. We kunnen niet gaan schieten. Oh, nu komen we hier bovenuit. Oké. Ik denk niet dat het zoveel zin heeft. We kunnen beter naar die andere plek gaan, want hier is een dood einde. Oh, hier is ook nog een luik. Oké. Dus als we dood gaan, weten we in ieder geval dat er een paar luiken in de grond zitten. Zodat we daar een beetje omheen kunnen manoeuvreren. Shit. Er lopen hier dus twee boven. We moeten naar boven zien te komen op een of andere manier. Oké, wacht. Ik ga iets proberen. Als hij hier komt, schiet ik die tank. Oké, dat was niet zo slim. Dat was niet slim. Hij gaat niet dood. Oké, wegwezen hier. Hij zag ons net niet. Dus ze weten dat er nu iets aan de hand is, maar ze weten niet waar het vandaan komt, volgens mij. Even kijken hoe het precies zit. Ze gaan daarheen. Dat is dom, want ze wisten toch duidelijk dat ik daar zat, of niet? Tenminste, dat dacht je. Even kijken, deze zit daarboven, dus we kunnen weer naar boven kruipen. Shit, nu komt hier toch weer iemand. Het ziet er nou uit dat er drie boven zitten en één nog maar beneden. Oké. Ik hou die in de gaten daar. Ik kan er helaas maar drie taggen. Dat komt niet zo goed uit eigenlijk. Come on out! Ah, nee joh, dit wordt echt te spannend. Ik moet hier eigenlijk nu naar boven klimmen. Oh shit, nee, hij zag mij van boven. Go, rennen Sam, rennen! Oh nee, in mijn rug geraakt en ik lig op de grond, helaas. Oh, daar zijn we weer. Oeh, dat is hem. Block this area down. Watch the east. I want updates by the minute. Go. Should have a visual on the leader now, Sam. Got him. Moving in. He's making a run for it. I'm after him. The hell? Die mensen gaan echt veel te snel. Oké, we hebben hem net kunnen uitschakelen voordat hij iets kon doen. De leider gaat er vandoor.
We moeten eigenlijk zo snel mogelijk achter hem aankomen op Go. Ja joh, deze gasten heb ik zo uitgeschakeld. Daar is hij, daar is hij, daar is hij. Hij gaat vandoor. Shit, hij heeft de deur dicht gedaan. Oké, we gaan via deze trap. Go, go, go. We mogen de leider niet laten ontsnappen. Abseilen, let's go, let's go. Go, 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 go. Yes. Yes, oké. Okay. Holy shit. Hij schoot de gastank kapot. Oké, andere weg, andere weg, andere weg. Hoe komen we er... Oh nee, wacht, we kunnen er weer overheen. Let's go, let's go. We mogen hem niet zomaar laten gaan. Niet laten ontsnappen. Hij moet boeten voor wat hij gedaan heeft. Oh shit, dat was zo scheef van mij, hè. Oké, ik pak ook even het zwaardere geschut. Reloaden, reloaden, reloaden. En deze kerel hier beneden. Kom maar, laat je hoofd maar zien. Oké. Let's go, let's go, let's go. Ik switch weer even naar mijn pistool. Nee, de leider is ontsnapt. We waren te traag. Ja, dat was een hele domme actie van mij, die ene. We moeten snel weer verder, verder, verder. Go, 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 go. Ik laat hem niet gaan, ik laat hem niet gaan. Let's go, let's go. Hij is hierheen gerend. Oké, rennen, 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 Sam. Go, 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 go. Let's go, let's go. Shit, hij gaat vandoor. Oh, dit is best wel spannend, jongen, die muziek erbij. Daar is hij, daar is hij, daar is hij. We zijn zo dichtbij. Nee, hij mag niet wegkomen. Wat gebeurt er? Oh, yes. Oh, Briggs. Briggs heeft hem gestopt. We hebben hem. Oeh. Oh, dat doet pijn. Hij heeft iets door ze. Sadiq's plan. Talk. You are too late. What have you done? Your president. She handed your people to Sadiq on a plate. Denver. The bunker. Sadiq was waiting for them. It's over. Oh, ik zie nu pas, sorry. we gaan hem zeker doden, die klootzak. Ja, dat krijgt hij ervan. Hij fokt met de verkeerde spy. Oké. Ja, we zijn heel veel agressie in deze missie hebben gehad. Nogmaals. Ik blijf me excuseren voor mijn gesnotter de hele tijd door de let's play heen. Ja, sorry daarvoor. En we hebben bijna $1 miljoen. We moeten eigenlijk wel echt dingen gaan kopen. Maar ik weet niet wat, want ik vind het eigenlijk allemaal... Ik vind het wel prima zo. Dus ik denk niet echt dat ik iets ga kopen nu. Ik weet niet. Oké, we gaan gewoon meteen door. Ik wil Sadiq nu ook echt afmaken. We raise the president yet? Still trying. We got an update on the SEAL team. They're all okay. We're gonna finish refueling, be back in there in 20. Hey, appreciate your help back there. Yeah, thanks. You got a sec? Wait. It's nothing big. We'll catch you up later. Grim, the virus. Mexico, I gotta tell him. No, you don't. I screwed up. You think? Then why are you covering for me? I mean, why would you even want me here? I never did. Thanks. You asked. You don't listen to anyone. You think you know everything. You treat your work like a game. Are we done? No, we're not. You know what bothers me the most about you, Charlie? You're good at your job. The only thing standing between Sadiq and the world is this team. I can't afford to have Sam throwing you off this plane. I'm sorry. Then find a way to make it up to us. Oké, ja, Charlie, dat wisten we al. Charlie had het verpest. Die heeft ervoor gezorgd dat Sadiq wist waar wij zaten. Oké, we gaan nu meteen verder. Volgende missie. Let's go, let's go, let's go. We gaan naar Denver.
Locatie nummer F. Of nummer F. Locatie letter F. Apart. So that's the only entrance. Check secondary defenses. Grim, you have a line open to the president yet? Yeah, but they won't take our call. They what? No, hang on. I got the president's aide. I'm sorry. The president is occupied with an urgent matter and won't be able to speak with you. Tell her it's fourth echelon. She knows. Sorry, Grim. Look, I know you think you're special because you sip lattes with the POTUS, but I have a lot of friends on Capitol Hill. Are you threatening me? No. Get me the president if you ever want to work in DC again. Now I'm threatening you. Okay, Grim. Goed zo. President Caldwell. We believe the Site-F bunker under Denver Airport is Sadiq's target. Was. He had sleeper agents at the bunker. Sadiq has control of the bunker, and he's claimed it's wired with chemical weapons. We can be there in 2 hours. No, I'm sending you home. What? We have the situation in control. Delta set up a perimeter around the bunker. Sadiq is receptive to talks. If we meet his conditions... And since when does the United States negotiate with terrorists? He has captured top government and military officials, including the Secretary of Defense. Extortion isn't Sadiq's endgame. It's too simple, too small. Unfortunately, the free world isn't run on instinct. Your hands are tied. Mine aren't. I did not give you the fifth freedom to engage in a personal vendetta. We have the situation in hand. You're walking into a trap. Let me be very clear. All planes, including Paladin, are grounded. The Air Force has orders to fire on anything on approach to Denver. Oh, shit. We have to get to Denver and take Sadiq out. I can't do this on my own. Let's go, let's go. We gaan naar de bunker. Go for Denver. Oh, yeah. Chances against Denver's anti-aircraft defenses. They're getting heavy snow. We'll use it for cover and spin in steep on approach. I'll need Charlie's help with countermeasures. Sure, Grim. Whatever you need. What? Repeat that. Sam, the pilot's refusing to fly to Denver. Relieve him of duty. Bring Coleman up. We gaan Coleman weer gebruiken als piloot. And losing the hostages is not an option. Your best chance of success comes with gas grenades and the tri-rotor. Good luck.